Roblox spelen, eindelijk. Zoals jullie hier zien, er staan hier een heleboel dingen continues klaar. Voor nu gaan we nog eventjes in Shrek in the Backrooms. Als het lukt. Ik weet niet of iedereen hier weet hoe Shrek in the Backrooms werkt, maar in Shrek in the Backrooms zit je in Backrooms. En je moet dingen verzamelen en er komen ook nog allemaal rare, domme mobs soort van achter je aan. En daar moet je dan van proberen te ontsnappen en de rest zien jullie maar. Even erin laden. Oh, jezus. Ik zag letterlijk net alleen mijn hoofd, maar oké. Kijk, zoals jullie hier zien, dit is zeg maar de lobby. Oh, dat hangt echt heel erg vast. Dit is dus zoals jullie zien de lobby en loop ik nu eventjes naar de backrooms. Dan kunnen jullie al een beetje zien hoe het is. Oh, wacht, wat is er met de backrooms gebeurd? Oké, ik denk dat het nog moet worden geladen, want ik weet niet wat er nu momenteel met de backrooms aan de hand is. Oh, nu komt alles pas kleur. Dat was echt creepy net. Oei, de mensen, die dingen hebben nog steeds geen kleur. Shrek heeft geen kleur. Shrek, naar buiten gaan, je hebt er geen kleur op zich. Oh, nu wel. Oké, hij is dus al... Kijk. Jammer. Staat er iemand onder stond? Maar we moeten eventjes kijken. Want ik heb zoveel dingen verzameld. Dat ik naar een andere backrooms kom. Dus dat moet ik even kijken. Waar was het? Oh, hier. Hier kan je teleporteren. Zeg maar, je zet natuurlijk gewoon in deze. Ja, de plaatjes. Normaal gesproken zat je natuurlijk in deze. Nee. Normaal gesproken zit je gewoon hier. En dan moet je die pijlen die je net zagen volgen. Dan kom je in de backrooms. Dan moet je nog daar dingen gaan verzamelen met al die huizen. Dan kom je in de poolrooms. En ik zal je nu de poolrooms laten zien als ik door deze rare portaal ga. Kijk, dit is dus de poolrooms. Oh. Dit is dus de poolrooms. Wacht, wat is dit? Oh, niks. Maar in ieder geval, in de poolrooms zijn geloof ik, ik heb nog nooit een monster of zo gezien in de poolrooms. Alleen je ziet er wel echt enorm veel Shrekcoins en... Hoe kan ik nu al? En ook heel veel van die dingen die je moet verzamelen. Dus ik ga er nu eventjes walken. Ik had trouwens wel moeten oppassen bij die mobs en deze. Want ik zit nu al op de helft. Ik heb nu al de helft van mijn harten weg. Oh, kijk, ik zei het toch, hier is al een Shrekcoin. Water. Ik weet niet precies of jullie het kunnen horen, maar ik hoor water. Water, gewoon echt. Oké, ik hoorde daar sowieso een schop, ergens daar of zo. Maar ja. Kijk, hier kon je bijvoorbeeld iets verzamelen, en dat heb ik al verzameld. Maar nog een Shrekcoin, ik zei toch, hoe snel krijg je gewoon die Shrekcoins? Ik moet trouwens wel iets gaan kopen voor mijn Shrekcoin-verzameling. Wow. Oh ja, deze rare trappen waar je niks aan hebt. En nog een Shrekcoin. Ik krijg echt heel veel Shrekcoins. Shrekcointje hier. Shrekcointje hier. Wauw, er zat eentje in. Kijk, wat heb je hier aan? Oh, wacht, een slipper wilde ik al. Kijk, als je hier kijkt, nu kan je precies zien wat alles hier is. Hoe alles hier eruit ziet. Je ziet daar in een of andere... Misschien is dat een lobby, maar je ziet dit. Maar ik snap niet wat dat is. En dat. Maar ja. Wacht, nu moet ik even first person. Ik weet niet hoe ik hier ooit nog uit ga komen. Wacht, ik lag letterlijk vast in... eindelijk. Nou ja, eindelijk. Nu 3 seconden, maar... Kijk, hier is nu al een nieuwe Shrekcoin. Er zit maar 3 in. Jammer. Nog een Shrekcoin. Altijd leuk. Ik probeer 300 te halen. Ik ga kijken wat je daarvan kan kopen.
Oké, wat is daar achternaast? Hier zijn zeg maar de baden. De zwembaden, zo van. De mini-zwembaden. Daar kon je ook iets verzamelen. Dat heb ik dus ook al verzameld. Kijk, in het vieze bad kon je iets verzamelen. En hier liggen heel vaak schrekkoontjes. Ja, ik zei het. Daar nog een schrekkoontje. Oh, wacht. Ik heb trouwens ook 400 gram behaald. 406. 406. Kijk, dit doe ik altijd doof. Momenteel kan ik niet echt iets nuttigs vinden hier. Maar ja, ik ga nu eventjes eruit. Ik leave hem even. En nu ga ik, denk ik. Wat zou nu een leuke zijn? Ik denk dat Zombie Attack op zich wel leuk is. Ja, poeie, we gaan gewoon een Zombie Attack. Maar Zombie Attack is gewoon wat de naam eigenlijk al zegt: dat er allemaal zombies komen en dan moet je een beter geweer kopen. En dat zien jullie allemaal. Dan moet je die zombies doden en zo. Maar de rest zien jullie dadelijk al. Wat zal ik doen? Ik ga gewoon in easy mode. Kijk, maar dit is mijn zwaard. Wacht. Wacht, wat? Kijk, dit is mijn geweertje. Mooi geweer. Oh. En dit is mijn. Ja, zwaard. Zeg maar. Zeg maar, niet zeg maar. Dat is gewoon zo. Oeh, Jezus, Jezus, Jezus. Dit ding doet dus ook geen damage. Dit ding is zo nutteloos als wat. Oeh, Jezus, 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 Jezus. Jezus. Waarom spawnen er nu opeens zoveel? Letterlijk, als je zombies niet nodig hebt. Dan komen ze, en als je ze wel nodig hebt, dan komen ze echt nooit. Vervelend, maar ja. Wat is dit voor beeld? Wauw. Ook geen zombiebeeld dus. Maar de meeste games is first person wel leuk, maar hier niet, denk ik maar. Dat is echt super onhandig. Ik moet even naar een stuk waar weinig mensen zijn, want hoe meer zombies, want je krijgt namelijk geld van zombies. Dus je moet naar stukken waar geen mensen zijn, want daar krijg je dan dus geld van. Maar hier zijn momenteel echt enorm veel mensen. Dat ga ik even niet doen. Jezus, nee. Stomme vaarszombies. Vaarszombies zijn echt zo irritant. Jij ook, tankzombie. En icezombies dan. Of angel beasts zijn echt. Zo vervelend. Die gaan echt nooit dood. Of angels. Angels wat minder, maar vooral beasts. Die zijn echt verschrikkelijk. En nooit dood. Echt gewoon een zombie, maar dan zwart en dan nog 3000 keer irritanter. Bro, dit is een gast zo noob. Ik heb hoe weinig damage dat ding doet. Ja, dat zit een zandmonster achter je. Ik kan het ook eventjes gaan kijken of ik eventjes iets nieuws kan kopen. Nee, 9,5k en dan kan ik iets nieuws kopen. En ik heb nu 6,20k. Dus weet, hier is een noob en hij wordt even achtervolgd door net iets minder noobie dingen. Dus die ga ik. Ik moet hem even helpen. Even daarop houden. Ja, hij is bevrijd. Maar ik nog niet. Oh, wacht. Dit ding is echt OP. Huppatee. Dood. Allemaal. Ja, dat heb ik dus ook zo. Wie zit daar boven? Er zit letterlijk iemand boven. Daar wil ik ook in. Lijkt me wel cool. Stomme tankzombie. Tankzombie. Oh nee. Jezus, er spawnen hier echt enorm veel. Wacht, ik kan het zo niet raken. Godverde, ik zit letterlijk veel naar beneden. Nu ga ik toch even first person doen. Hoe gaat die lava zombie opeens zo snel? En die fast zombie dan?
Oh nee, help, 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 iemand, help, 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 help. Oh ja, lava zombies zijn ook irritant, want je gaat letterlijk brandbarsten als je damage krijgt. Ze zijn ook nog eens enorm lastig. Oké, ja. Help, 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 help. En trouwens, voor wie het nog niet wist, hier zie je mijn heel. Oh, mijn noob pet is ook wel. Eminex 2012, wat voor naam die mensen hier hebben. Ik lijk letterlijk echt enorm hard in een boom. Boom. Oh, de bladeren zijn. Kan je dus doorheen. Angered Ice Zombie. Die zijn echt. Dat soort dingen. Echt verschrikkelijk. Wacht, als die met damage, wat gebeurt er dan? Dan word ik ijs en dan ga ik in de brand. Oké. Vrij logisch, denk ik. Oeh, ik weet nu al waar ik heen wil. Hier. Nee. Hier wil ik heen. Hier wil ik eventjes heen gaan. Daar zijn heel veel, daar zijn heel veel zombies. Wait, wait. Omdat je niet kan rennen, niemand pakt het. Ja, een bom, bom. Hupke. Oké, er komt hierna. Er zijn nog 20 enemies left. Over. En er komt daarna komt er al een boss. Een baas, jongen, een baas. Oh, super speed. Cool. Hoe noob is deze gast? Gebruik je geweer. Ja, ik weet dat er niks aan jouw geweer is, maar gebruik je geweer. Ik ben zo weer. Ja, de boss komt. Ja. Ik ga nu uitzoomen om te kijken waar die is. Oh, wacht. Hij is helemaal daar. Serieus, hij is helemaal daar. Hij lijkt heel ver weg. Letterlijk iemand met een shotgun zit op hem te schieten. Dat heeft dus ook veel zin. Zie hoe weinig eraf gaat. Er komen nu steeds meer mensen naartoe, maar dan nog steeds. Waar is die? Ik kan hier niet zien. Waar moet ik heen, überhaupt? Oh, daar, ik zie het al. Maar hier het kasteel binnen en dan zit hij daar. Denk ik. Oké, daar zit hij dus als het goed is. Hier is een poort en dan zit hij hier. Hij doet echt nog geen damage, maar oké. Okay. Er is één iemand met echt een noobie geweer om te schieten. En ik met een Natty 2 geweer. Kom, dik beest. Wauw, hij blijft stilstaan. Dat is wel echt heel makkelijk. Dan raak je hem namelijk altijd. Oh, laat maar. Een mooie maag te zijn. Nee. Zo doorgaan wordt op een einde. Nu zit momenteel ongeveer iedereen zit om te schieten. Net als letterlijk ik en nog iemand. Ik heb wel een stukje sneller. Dus te weten, ja. Hoeveel krijg je hiervan? Hoeveel krijg je hiervan? Niks. Krijg je werkelijk niks van. Geen geld. Serieus. Nog een poepding, man. Oké. Oh. Niemand, bom, 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 bom.
Oh, dood jij, dikzak. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Ah, is zombie natuurlijk. Is het dan een van de irritantste zombies? De gewone zombies, die boeit me echt helemaal niks, want ze zijn echt zo dood. Nu 7k, oké, mooi. Headshot. Dood. Ik wil nu eventjes zeg maar hier naar binnen. Ik heb daar wel vooral daar. Ja, maar daar spawnen zombies en daar niet. Oh, 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 oh. Chaos, chaos. Dikke chaos. Man. Baby's. Oh wow, ze lijken echt ook zoiets. Oh, tank void slime. Oh nee, die zijn echt verschrikkelijk. Die gaan echt niet snel dood. Maar een beast die is ongeveer nog 6 keer erger. Ik heb wel veel geld van. Tot bodden verbalen. Kijk of ik hier op kan komen. Waarschijnlijk niet. Jawel, hoe kan ik hier, hoe kan ik zo hoog springen? Hoe dan? Oké, waarschijnlijk zijn daar achter, er zijn al heel lang geen mensen geweest. Waarschijnlijk zit daar een heleboel zombies. Er is trouwens gewoon hier. Oké, daar komt er al een. Handig. Nee, waarom kan ik hier niet opkomen? Nee, 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 wat is dit? Nee, 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 nee. Mamma, nang, 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 nang. Dood, 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 allemaal dood, allemaal dood, gewoon allemaal dood, gewoon dood. Ja, super speed. Man, waarom, hoe kan je hier komen? Hoe komen mensen hier? Angered explosive zombie. Maar ik moet hier proberen te komen, want ik snap niet hoe die gast hier is gekomen. Ja, bedankt, ik wil op jullie hoofd staan. Hoe dan? Hoe, waar is een ingang of zo? Er is nergens een ingang. Of iets. Oh, jawel, daar. Ah, jezus, moet ik helemaal weglopen. Kijk wat ik allemaal heb. Scheik aan jullie, man. Ik heb scheik aan jullie. Ja, jongen, hup. Hup. Ja, ik ben dood. Ik ga hieruit. I'm dead. 2016. Serieus, dus die gast is nog niet eens. Waarschijnlijk nog niet eens 7. Ik ga nu. Deze doen. Ja. Save sprocks. Bedankt, bedankt, bedankt iedereen. Bedankt. Maar waarom moet ik... Oké, we gaan nu weer naar de tycoon. Ik moet nu eventjes al mijn zeldzame spullen ophalen. Oké, okay, hier ligt best wel wat geld in. Mooi. Waarom heb ik trouwens 2 pistolen? Ja.
Nu heb ik hier al een mooi geweer. Ook een mooi ding waar ik sneller doorga. En boven liggen geloof ik ook nog wel wat lollige dingen. Hoop ik. Denk ik, hoop ik, weet niet. Even kijken. Ik kan sparen voor die minigun. Ik ga even naar beneden, dan heb ik wat geld en dan kan ik de minigun. Maar wacht, misschien kan ik hierboven nog iets kopen. Weet nooit. Armory, dat kost 1,5 k. Oh, iemand doodgemaakt. Hele rare hoed maken. Dit ding is wel echt handig, want ik ga je echt razendsnel door. Oh, poep, ik heb het ding gedaan. Kijk, kan ik even een minigun kopen? Hopelijk. Ja, kost dat toch. Of misschien nog wel iets duurders. Wat zal ik kopen? Die is wel echt. Minigun, mapkit, baret. Oh, dat kost iets anders. Ik denk dat ik deze moet doen. Mooi. Prachtig. Prachtig geluid. Kijk aan die armor. Wauw, daar had ik 718 armor in. Het gaat echt heel snel weg. Het lijkt een beetje zo snel schieten, ding. Ah, oké. Kijk. Misschien kan ik hier nog iets verkopen. I don't know. Ik denk hier niets momenteel. Maar je weet nooit. Ik ga even naar boven kijken. Armory, ja. Dat is het enige wat ik hier kan kopen. Wat ik kan kopen. Ja, ik kan nog iets anders kopen, maar ik denk dat het nutteloos is. Mooi dit, zeg. 200 HP. Ik moet heel eventjes naar beneden. Ja, nog een verdieping. Om eventjes iets te claimen. Best veel geld. Ik haat dit soort dingen. Oh, dat geluid. Prachtig. Moet hier naar boven, sorry. Ik ga daar een boom pluggen. Kijk, die kan ik betere armor kopen. Airstrike. Jetpack. Wow. Headstand. Nee, ik weet niet dat ik dat echt nodig heb, maar. Ja, toch wel. Want ik denk niet dat ik dat nodig heb. Boeit niet, ik heb het al. Wat heb ik hier aan? Niks. Gewoon niks. Gewoon niks. Nothing. Niks. Nou, ik ga je nu meteen uit. Ik weet niet of hier mensen zijn die echt mij volgen, maar je weet misschien wel dat ik met Robin laatst nog speedrun heb gedaan. En dat ik niet verder was gekomen dan level 2. Dus dat ga ik nu veranderen. Ik ga nu verder komen dan level 2. Wedden? Wedden? Ja, goed, zeker. Ja. Nu ga ik gewoon verder komen dan level 2. Ik weet het helemaal zeker. Kijk, je ziet nu al hoe achterlijk je hier rent. Zie je het nu al?
Maar kan je hier echt heel veel uitzoomen? Waarom kwam ik er nu pas achter dat je zo achterlijk veel kan uitzoomen? Kijk, ik kan hier gewoon de hele map zien. En ik zie ook dat daar ongeveer de portal is. Maar ja. Nu staat de camera wel goed. Nee, nu staat de camera niet goed. Zo, kijk. Nu kunnen jullie hier zien hoeveel beter ik ben geworden. Hè? En dan nu ga ik af. Oké, ik weet dat ik hier moet gaan. Oh nee, wacht, dat was hier. Ja, kijk, ik zit nu al. Dit was mijn record de vorige keer. Dit. Dat heb ik nu al gedaan. Nu ben ik natuurlijk kakkers aan. Maar verder dat ik nu al sowieso tot level 3 kom. Oh, die was er bijna. Ja, sowieso. Kijk, ik zit nu al tot level 3. En ik heb bijna nog 0 keer doodgegaan. Doodgaan. Afgegaan. Ja, yep, level 4. En nog 0 keer afgedaan. 72 van die rare, domme, achterlijke, rare diamanten. Oh, dit is wel echt een stuk. Nu ga ik er af. Nu ga ik er zo af. Maar ja, au. Precies. Mute. Weet je, ik ga nu beloven dat als ik nu afga, dat dan de video stopt. Dus ik ga proberen niet af te gaan. Als je het snapt. Oh, dit is dus het einde van de video. Nou ja, nu komt dus het einde. Moet ook nog eens zijn. Doei mensen, tot hopelijk de volgende keer. Vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan een dikke vette duim omhoog en abonneer. Weet je, als wij de 10 weergaven krijgen en de 1 duimpje omhoog, komt er nog een Roblox video.